eerder verjaardagsfoto maken. We zijn op de eerste locatie. We zijn hier echt nog nooit geweest. Mukbang opnemen de eerste van vandaag met Joe en de Jude. Echt een mega grote doos. Even eens kijken naar deze nieuwe weekvlog. Ik heb vandaag best wel een leuke dag op de planning staan. Ik heb vanmiddag met Keir afgesproken. Die is deze week jarig, dus die wilde eventjes een verjaardagsfoto maken. Volgens mij moest je ook nog een foto hebben voor een samenwerking. Dus daar ga ik er eventjes bij helpen. En dan wil ik eigenlijk ook heel stiekem nog even naar de Primark om te kijken of ze die sweaters weer in het roze of beige of iets hebben. Want ik heb natuurlijk in de vorige weekvlog deze kleur gekocht. Maar hij zit zo lekker dat ik hem echt nog in een andere kleur wil. Dus ik hoop echt dat ze hem weer hebben. En dan komt Keir nog eventjes mee hier naartoe, want ze moet om 4 uur werken. En haar werk is vanaf hier best wel dichtbij. En dan vanavond heb ik met Rowan en Deanne afgesproken. Deanne is zusje van Rowan. En dan ga ik daar gezellig eten. Volgens mij gaan we lekker poffertjes eten. Nederlands film kijken, want echt, Rowan is oprecht een van de weinige vriendinnen. Ja, Biep kijkt het af en toe ook nog wel eens, maar is niet altijd helemaal fan. Rowan is echt de enige vriendin van mij die Nederlandse films leuk vindt. En die ze echt oprecht allemaal heel erg leuk vindt. Dus gaan we lekker Nederlands film kijken, lekker snacken. Dus daar heb ik helemaal zin in. We gaan keer de verjaardagsfoto maken. Hier is ze, bij het lange voorhout, korte voorhout, geen idee. Ze staat er al helemaal klaar voor. Nou, een keer veel lekkerder eten. Oké, let even niet op mijn haar en hoe ik eruit zie. Ik lijk ook echt heel bleek. Maar er is net echt een mega leuk pakketje binnengekomen. Het is voor samenwerking op TikTok. Ja, het is verder niet voor YouTube, maar ik wilde dit gewoon echt heel erg graag laten zien. Want ik ben hier zo blij mee. Ik heb namelijk een camera ontvangen van Canon. EOS R50. Ook nog met een lens erbij. En ik ga hem even installeren, zodat morgen ga ik met Roos gaan, als het goed is, een video filmen. Dan kan ik hem gelijk gebruiken. Ik wil deze gewoon gaan gebruiken voor extra video's filmen. Je kan hem dus ook voor fotografie gebruiken. Dus eigenlijk moet ik even langs Madelief om te vragen of ze me wil helpen met instellen daarvoor. Als eerst een SD-kaartje om batterij ook op te laden. De camera zelf. Dit is de camera. En dan zit er dus ook nog een lens bij. Ik heb gekozen voor de 35mm lens. Ik moet zeggen dat ik niet helemaal precies weet wat dat inhoudt, maar ik heb het toen aan Madelief gevraagd, want er was een keuze tussen 50mm en 35. En zij zei dat 50 echt heel erg ingezoomd is en 35 gewoon normaal ingezoomd. Dus vandaar dat ik voor de 35 heb gekozen. Beetje advies aan Madelief gevraagd. En dit is dus die lens en die kan je er dus zo op zetten. Een statiefje bij. Ik heb hier het statief. En er zit er dus ook nog een microfoontje bij en dat vind ik ook wel heel erg leuk. En ik denk ook best wel chill voor extra video's. Kijk. En zit er dus ook zo'n pluisje op. Ik ben hier zo blij mee. En ik zie dat deze camera nu leeg is. Dus die ga ik even in de oplader doen. Maar ik moest dit gewoon eventjes laten zien. Ik ga deze camera ook eventjes in de oplader doen. Zodat ik daar eventjes mee kan spelen. En even kan kijken hoe het werkt en zo. Ik heb Keir in ieder geval eventjes geholpen met haar foto. Die was gelukt. En ik ga straks lekker naar Rowan toe. Gaan we lekker poffertjes eten, lekker filmpje kijken. Dus helemaal zin. Ik ga zo meteen weer foto's maken met Roos. Ik heb hier allemaal outfits klaar liggen. Ik heb alleen één blouse die ik nog eventjes moet stomen. En ik heb net een TikTok opgenomen voor Bol. En kijk eventjes. Dit is echt mijn lievelingsgeur van huidverzorging. Ik heb nu allemaal minietjes ervan. Helemaal blij ermee. En dan komt Roos mij om 12 uur halen als het goed is. En dan gaan we ook eventjes samen extra video filmen. Dus daar heb ik zin in. En ik had dit setje ook bij Bol besteld. En opnieuw. Dus ik ga het even aan Dagmar geven. Of opnieuw. Ik heb er twee besteld. En ik weet dat Dagmar dit ook heel erg leuk gaat vinden. Dus ik ga het aan haar geven. Wij zitten lekker in de auto. We gaan een mukbang opnemen. De eerste van vandaag. Met Joe en de Jude. Love, love, life. Dit gaan we voor Rooster kanaal opnemen. En dan als we gaan foto's maken zo meteen. En als we klaar zijn gaan we McDonald's, denk ik. Ja, lekker. Ja, daar heb ik heel veel zin in. En dan gaan we ook een mukbang voor mijn kanaal opnemen. Met nieuwe camera. Ik ben echt zo benieuwd hoe die
Volgens mij had ik deze vroeger dan de oude versie daarvan. Die echt? EOS. EOS, dit is de R50 is dit. Oh, nee, ik had ik heb er ook 5. Nog een grote lens bij, maar die was wel heel ingezoomd. Oh, maar dan kan je wel ook echt een foto's mee maken. Ja, want ik ga even aan Maat Lief vragen of ze me even wil helpen met installeren. Cool wel. Leuk hè? Ja, mooi. Oké, nou, we gaan lekker chaperen. We zijn op de eerste locatie. We zijn hier echt nog nooit geweest. Maar daarom wel leuk om hier een fotootje te maken. Ik heb dit aan. Helemaal half summer winter. Ja, maar het is wel cutie. Oké, let's go. Waar wil je? Zo. Ja, dat vind ik leuk. En een zonnebril. Ik ben weer thuis. We hebben echt hele leuke foto's gemaakt. Leuke video opgenomen. Ik wil even een paar snel laten zien. Nou, je ziet echt niet heel veel. Maar goed. Dagmar die krijgt zo meteen eters. Ze is er helemaal uit te slapen in de keuken. Chef Kok, it's me. Wat ga je maken? Vertel het eens. Nou, pasta. Glutenvrij. Met garnalen. Met vegetarisch. Beetje en courgette. Beetje courgette. En dan met tomatensaus en Philadelphia Light, maar ja, dat is ook gezonder. Dus je calorieën letten deze dagen, hè? Dus dat. Nou, helemaal leuk. Ik heb voor de zekerheid een pokeball... Nee, grapje. Ik heb een pokeball besteld, althans. Die ga ik meenemen, want Stan die werkt tot 8. En dan ga ik bij hem eten. Maar dan bestel ik eventjes een pokeball, dat ik die mee daar naartoe kan nemen. Ik kan zeggen, maar die ziet er echt goed uit. Ja, het ruikt heerlijk. Nee, echt. Ja, echt, echt. En er kwam deze pakketje binnen van Shop Atelier. Ik heb het opgemaakt. Oh, wat een leuk kleurtje. Ik heb het echt heel toevallig vanmorgen weer een nieuw hoesje omheen gedaan van Shop Atelier. Maar ze hebben nu dus weer een nieuwe collectie met nieuwe kleurtjes. Deze beetje roze-rode. Echt heel leuk. En weer koortjes erbij ook. Heel leuk. Ja, ook nog een lang koord zit erbij volgens mij. Ja. Zo, pretty. Kijk. Heel leuk. Ik ga het er eventjes aan doen. En dan ga ik even douchen. Ja? Want ik voel me echt zo'n stinker naar vandaag. Ik heb zo zitten zweten met Roos aan die auto terwijl we die video gingen opnemen. Dus even lekker douchen. En dan straks lekker pokeballetje eten. En gewoon even gezellig een avondje samen. Kijk, nou hoe leuk. Helemaal leuk. Nou, ik ga even douchen. Ik heb echt nog helemaal niks gefilmd vandaag. Maar dat komt omdat ik eigenlijk ook niet heel veel spannende dingen heb gedaan. Ik heb een video bewerkt die morgen online komt. Die heb ik gisteren met Rosa opgenomen. Ik heb 2 video's bewerkt voor een samenwerking. Ik heb wat dingetjes doorgestuurd voor een samenwerking. Wasje erin gedaan. En ik heb net eventjes een pakketje bij het kruidvat opgehaald. Want ik heb dus een parfum van Sarah en Voltaire. En wit flesje. Jullie zullen hem zo ook wel zien. En die was bij mij al een tijdje leeg. En die vind ik zo lekker. En ze hadden hem nu in de aanbieding bij de kruidvat. Dat had ik op TikTok gezien bij iemand. En Dagmar heeft hem ook besteld. Dus ik heb hem voor haar ook eventjes opgehaald. Want zij is nu werken. Maar ik ga hem even openmaken. Kijk, dit is hem. Ik weet niet of veel mensen hem kennen. Ik denk dat meer mensen die dat ronde flesje kennen. Met dat paarse vloeistof erin. Maar ik vind deze echt heel lekker. Deze is de Zadig en Voltaire. This is her. En deze ruikt zo lekker. Echt. Oh. Ik zag dat hij er was. En toen dacht ik, ja. Jou moet ik weer hebben. Hij ruikt echt. Dit is het flesje. En hij ruikt echt heel erg lekker. Volgens mij viel de korting uiteindelijk. Althans, we hebben er volgens mij €37 voor betaald voor 30 milliliter. En bij Douglas en zo is die volgens mij 50. Dus dat scheelt toch weer wat. En ik ging even naar de Albert Heijn, want ik moest wat dingetjes hebben. Zag ik deze kruidnoten liggen. Cookies and cream. Dus ik dacht, die ga ik even proeven.
op beeld. Ik heb het echt nog nooit gegeten, maar ik hou wel echt van wit chocola. Het is niet vies, maar het smaakt echt totaal niet naar kruidnoten. Het is gewoon een koekje eigenlijk. En ik ga vanavond met Biep naar de film, naar After deel 5. Want we hebben natuurlijk afgelopen vrijdag, was dat? Mijn camera lijkt wel helemaal niet scherp. Maar afgelopen vrijdag hebben we deel 3 en 4 gekeken. Dus we gaan vanavond om 7:30 naar de film. Naar deel 5 dus. Dus heel erg benieuwd ernaar. Biba had juist weer gehoord van mensen dat hij tegenviel. En ik had aan Keer gevraagd. Die is er met Kes heen geweest. En die vond hem juist wel weer heel erg leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe wij hem gaan vinden. Dat haar van mij ziet er ook lekker uit. Maar ik wilde eerst vandaag mijn haar wassen. Maar ik moet morgen eventjes een reels filmen voor John Berens met een foamborstel. Dus, of nou ja, dat kan ik ook vandaag filmen. Maar morgen gaan we voor Keer de verjaardag uit eten. Dus dan wil ik dat mijn haar mooi zit. Dus vandaar dat ik het morgen doe. Maar goed, ik ga me klaarmaken voor de dag vandaag. Ik heb namelijk straks met Biep afgesproken. En dan gaan we naar bij Mas, dus een winkeltje in de Lier. Daar gaan Biep en ik even allebei een blazer ophalen. En we gaan even gezegd een drankje daar doen als het goed is. Fotootje maken. Dus dat is helemaal leuk, maar daarvoor moet ik wel eventjes mijn make-up doen. Gisteren heb ik niet gevlogd. En eigenlijk was ik dat wel van plan. Alleen op het moment dat wij weggingen, wilde ik mijn camera aanzetten. En toen stond er dus dat ik niet kon filmen omdat er wat mis was met mijn SD-kaart. En ik had echt geen tijd om dat te fixen. Dus ja, toen heb ik eigenlijk niks gefilmd. Maar gisteren overdag heb ik gesport met Dag. Even naar de Primark geweest ook. En in de avond hadden we de verjaardag van Keer. Toen gingen we lekker uit eten met die meiden bij Scroppino. Was echt heel erg gezellig en lekker gegeten. Ik zit echt nog steeds vol voor mijn gevoel van dat eten. Maar het was wel echt een hele gezellige dag. Alleen dus niet echt iets gefilmd. Eigenlijk helemaal niks gisteren gefilmd. Dus vandaag ga ik wel weer lekker filmen. Ik ga zo meteen ook eventjes mijn camera in de oplader doen. Zodat hij genoeg batterij heeft als ik zo meteen met Peter ben. Verder voor vanavond of iets heb ik echt nog nul plannen. Het zomerseizoen is nu natuurlijk ook wel een beetje aan zijn einde gekomen. En wij gingen eigenlijk best wel vaak op zaterdag in het weekend naar Colorado. Dat is een feestje op het strand. Maar dat is er niet meer. Dus ja. Dat worden een paar zware maanden om te kijken wat we kunnen doen in het weekend. Maar goed. Een avondje thuis vind ik vanavond op zich ook niet heel erg. Soms denk ik echt, oh my god, ik moet echt wat gaan doen. 'S avonds. Maar vandaag valt het op zich wel mee. Dus misschien dat het gewoon een avondje serie kijken wordt. Vind ik op zich ook niet heel erg. Ik ga even mijn make-up doen. Even de camera aan de oplader doen, zodat ik hem zo meteen mee kan nemen. En ja, we een leuke dagje hebben vandaag. Oké, ik heb echt een beetje haast. Ik wist ook echt niet wat ik aan moest trekken. Maar ik heb maar gewoon deze jas aan van Colorful Rebel met dit shirt van, of deze trui van Ralph Studios. Gewoon een jeans en dan mijn UX eronder. En ik dacht eerst deze tas, maar dit matcht even niet zo helemaal lekker. Dus ik ga, denk ik, deze tas gewoon meenemen. En omdoen. Oké, okay. Ik ga echt heel snel naar Biba toe rijden, anders ben ik te laat. Doe. Daar gaan we ook veel mee. Hoe ziet dat er nou uit? Hallo. Oh, wat grappig. En dit is een microfoontje dan? Nou, dit is, hier zit een microfoon onder, maar als het dan wijd buiten zit, dat pluis erop, hoor je niet die wind zo. Wat ga je? Krijg je nooit een mooie arm dan als je wel goed staat? Ja, het is best wel licht. Oh, een chill dingetje. Maar je hebt ook wel soms dat statiefje. Ja, dat. Ja. Dat is. Ik ben weer terug thuis. Ik heb me eventjes gedoucht en omgekleed. Maar we waren dus bij Mas geweest, Biep en ik. En we hebben daar een hele leuke reels opgenomen. Die hebben jullie net ook kunnen zien. En we hebben dus allebei een blazer gekregen. Ik ga hem eventjes pakken. Ik heb dus deze gekregen. Hij is donkerblauw. Er zit een heel licht streepje in. Maar je ziet het eigenlijk bijna niet. En dan van die denim mouwen. Ja, ik vind hem zo vet. En hij is dus ook hier. Heeft hij dus zo'n splitje bij de mouwen. Echt heel erg blij mee. Ik zal een website wel eventjes en een Instagram in de bio in de beschrijving zetten. Dan kan je eventjes kijken. Ze hebben deze blazers niet op de website staan. Maar volgens mij kan je ze wel gewoon een DM'tje sturen. Dus dat is heel erg leuk. En er is dus net een pakketje van Harper binnengekomen.
echt een mega grote doos. En er zitten echt leuke dingen in. Ik heb allereerst dit topje. En normaal gesproken zou ik dus dit echt niet zo snel dragen. Maar ik zie dit zo vaak voorbij komen. Eigenlijk is het een heel pak. Er hoort ook nog een broek bij. Dat voel ik misschien wel een beetje heftig. Maar ik vind dit wel heel erg leuk. En dan met kettingjes om. En ik dacht met een spijkerbroek en dan UX. En dan gewoon een soort blazer eroverheen. Is wel heel erg leuk. Dus die heb ik gekregen in een maatje XS. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik heb echt iets heel vets gekregen nog. En dat is namelijk een nieuwe winterjas. En bij Mas verkopen ze dus ook Harper en Yves. En toen had ik deze dus al op een story gezien. En toen kreeg ik dus een mailtje van Harper of ik weer wilde samenwerken. En ik had deze jas dus bij Lexi gezien van bij Mas. En ik dacht, oh my god, die moet ik echt hebben. Kijk even hoe leuk deze jas is. Oké, hij is heel opvallend, heel extra. Maar ik vind hem zo leuk, dat blauwe. Ik heb hem dus in een maatje XS. Hij valt wel groot. Hij is best wel groot en ruim bij mij. Gewoon als extra winterjas. Ik heb van vorig jaar nog een winterjas. Een zwarte van Air Force of zelfs van 2 jaar geleden al. Maar ik dacht, zo'n korte vind ik wel leuk voor erbij. En je hebt hier dus ook nog van die touwtjes. Kun je hem nog strakker maken. En ik vind het heel erg leuk, want aan de rit zit dus een roze label. Echt heel erg leuk. Dus hier ga ik van de week eventjes een leuk fotootje mee maken. Voor vanavond heb ik nog niet echt een plan. Althans, ik heb Amy gesproken. En volgens mij gaan we even ergens een drankje gezellig doen. Maar wel pas na het eten, denk ik. En het is nu pas 7:15. Maar ja, ik heb gewoon even alvast gedoucht. Klein beetje mijn make-up even een beetje bijwerken. En ik moet mijn haar ook echt even opnieuw doen. Want dit ziet er ook niet meer uit. En dan eventjes kijken wat we gaan doen. Misschien is er ergens wel een leuk feestje of zo. Ik heb echt geen idee. Ik vind het zo lastig in de winterperiode dat er bijna gewoon geen leuke feestjes meer zijn. Dus dan moeten we er zomaar wat van maken. Ik heb echt een hele lekkere chille zondag vandaag. Gisteravond was ik met Amy en Puk wat gaan drinken in Naaldwijk. Het was echt heel erg gezellig. Alleen ze gingen dus sluiten om 12:00. Dus we werden echt soort van letterlijk weggestuurd eigenlijk omdat ze gingen sluiten. Maar ik vond het echt heel erg gezellig. En mijn kettingen zitten in de knoop. Ik heb net lekker gedoucht. Lekker maskertje om mijn gezicht gedaan. Lekker skincare opgedaan. Helemaal lekker. Het ligt lekker op mijn bed filmpjes te kijken. Ik heb er eventjes een wasje in gegooid ook. Maar er is dus ook nog van mij een pakketje bij PostNL bezorgd. 2 pakketjes. Eentje van Zalando en eentje van Gymshark. Dus ik denk dat ik die eventjes snel ga halen. Want als het goed is, is die gewoon open vandaag. Want ik heb namelijk een UX besteld. Nieuwe UX. Ik heb nu al 3 paar UX. Dus een beetje onnodig. Maar oprecht, ik draag gewoon in de winter elke dag UX. Alleen maar UX. Dus ja, en deze kleur vond ik echt heel erg leuk. Dus ik ga die denk ik eventjes ophalen. En kan ik die ook gelijk in jullie laten zien. Ik heb mijn pakketjes opgehaald. Ik ga eerst even beginnen met die sportlegging. Ik wil dus echt weer het sporten op gaan pakken. Want ik ben dat echt sinds dat ik eigenlijk terug ben van Spanje. En dat was begin juli. Ben ik mijn sporten zo aan het verwaarlozen. Ik ga echt niet meer vaak. En ik dacht, ik moet weer even nieuwe sportkleren hebben. Maar eind november is natuurlijk Black Friday. En bij Gymshark heb je dan altijd mega veel sale. Dus ik dacht, ja, ik ga nu niet zoveel bestellen. Maar ik heb dus een sportsetje van Gymshark. Een sport BH met een shortje. En toen zag ik dus dat ze van die kleurs ook een lange legging hadden. Dus ik dacht, weet je, dan bestel ik die gewoon. En dan kan ik gewoon die sport BH erbij doen die ik al heb. Maar dan voelt het toch alsof ik een lekker nieuw setje heb. Dus dat is deze. Ik heb dus in een maatje XS. En dit is van de Vital C. Zoiets collectie volgens mij. Ik heb geen idee. Maar ik heb echt al meerdere kleuren van deze sportlegging. En die vind ik gewoon heel erg chill zitten. En hij was volgens mij nu ook in de sale voor €33 zoiets. Dus dat vond ik echt wel meevallen. Maar voor de rest ga ik gewoon eventjes lekker wachten. Totdat straks de Black Friday sale is bij Gymshark. En dan heb ik een paar UX besteld. Ik heb dus al de Ultra Mini in chestnut en een beetje in een groenige kleur. Die heb ik toen in Milaan gekocht. 2 jaar geleden volgens mij. En ik heb dus laatst bij Omoda deze gekocht. De Tasman. Volgens mij met platform. Dus hier ben ik ook echt super blij mee. Ik moet zeggen, ik moet er wel eventjes aan wennen qua hoe ze lopen. Ik heb hier gewoon mijn eigen maat van. Oh, er zit nog een stickertje onder. Ik heb hier wel gewoon mijn eigen maat van. En ik twijfel. Ik dacht van, is het niet te klein? Maar ze zijn nu een beetje, is dat bont zeg maar, een beetje aan het indeuken. Dus nu zitten ze wel weer wat beter. Maar goed, ik zag dus bij Zalando dat ze een kleur hadden die ik echt heel erg mooi vond. Van de week was mijn moeder jarig. En toen hadden we als cadeautje een paar UX gegeven, donkergrijs.
En ik was die UX aan het zoeken. En toen kwam ik dus deze kleur tegen. En dacht ik, oh my god, dit vind ik echt heel erg leuk voor mezelf. Oh, ik moet zeggen dat ze hier in het echt wel anders leken. Hard zijn deze. Grijze. Ik ga even mijn telefoon erbij pakken. Dan ga ik even laten zien hoe ze er in mijn gedachten uitzagen. Ja, oké. Ik weet niet, op de foto vind ik ze wel iets lichter ogen ofzo dan dat ik ze hier heb. Oké, ik ga er nog even over nadenken, want ik weet niet of ik dit een hele leuke kleur vind. Ja, ik vind ze op zich wel vet, maar ik had gewoon in mijn hoofd dat ze anders waren. Ik ga er nog eventjes goed over nadenken, want ze zijn best wel duur, die gekke dingen. Ik heb er €170 voor betaald bij Zalando. En ze hebben bij Zalando echt nog heel veel kleurtjes en dingen. Maar ja, ik weet, ik had gewoon verwacht dat deze anders waren misschien. Dat ze wat lichter waren. Ze worden natuurlijk uiteindelijk ook nog wel lichter als je ze draagt en zo. Maar ja, nou ja, goed. Ik ga er nog even over nadenken. Ik baal echt. Ik was hier echt zo excited over dat ik binnen was gekomen. Maar dit waren weer mijn pakketjes voor vandaag. Niet heel boeiend. Ik ga weer lekker op bed liggen. Lekker filmpje kijken.